De felle wind zorgt ervoor dat de junioren en later ook de dames het hard te verduren zullen krijgen. Doordat de sterke renners nu zeker het verschil kunnen maken, krijgen we al van heel vroeg aanvalspogingen. Dit is de eerste die de wedstrijd openbreekt. Een kopgroep van 13 kan een minuut voorsprong nemen op het peloton. Deze aanmoediging is voor Gentenaar Laurent Pieters. Pieters leest het spandoek ook, want als het peloton op 10 seconden is genaderd, gaat hij er alleen vandoor. Zijn demarrage is een wanhoopspoging, want enkele kilometers verder zit iedereen terug samen. Op 4 ronden van het einde ontsnappen de Nederlanders Simon Vlasbloem in het wit en Jurie Leys. En een halve ronde later sluiten ook Bart de Keukelaere hier vooraan en Ruben van der Hagen aan. Het viertal blijft voorop en in de spurt staat er geen maat op Van der Hagen. Hij wint de grote prijs Johan de Munck voor Vlasbloem en Leys. Het was zeer lastig om weg te raken. Ja, ik zat echt perfect met die 4 man weg. Dan, mijn kansen stegen altijd maar dan. En ja, afgewerkende. De Oost-Vlaamse dames elite strijden in Waarschot voor de provinciale titel. Favorietes zijn Sophie de Vuist, Latoya Brulé en de zusjes Sylvia en Lindsay Debout. Nu lezen we langs de kant van de weg Allee Dunja. Die kreet is voor Dunja Keulemans uit Lovendegem. Ze neemt deel aan de wedstrijd, maar kan geen Oost-Vlaamse titel winnen. Keulemans is aangesloten bij een Nederlands team en mag hierdoor niet meedoen aan de provinciale titelstrijd. Een vreemde kronkel in het reglement. Over de wedstrijd zelf kunnen we kort zijn. Birgit Lavrijse en de Australische Jessie McLean hier in het blauw ontsnappen halfweg koers. In het peloton neemt geen enkele ploeg de verantwoordelijkheid en dus zijn de twee gaan vliegen. Lavrijse is de sterkste van de twee en bij de laatste beklimming van Beekebrug op de N9 laat ze McLean achter. Lavrijse wint dus, maar de Oost-Vlaamse ogen zijn gericht op de spurt om de derde plaats. Daarin haalt Lindsay Debout uit Zottegem het voor Sophie de Vuist en Eline Verkamer. Voor mij betekent het toch wel redelijk veel. En, het is een vaststelling op het kampioenschap, well, ja, op regelmatig rijden dit seizoen al. En ja, dat is nu wel een mooie hoofdvogel. Het was een beetje gokken en ik dacht eigenlijk dat er nog wel meiden uit de achtergrond terug zouden komen. Maar gelukkig deden ze niks, dus ja. Was je niet zeker in de sprint? Nee, ik ben helemaal niet snel in de sprint, dus ik wist wel dat ik wat moest proberen. En, ja, als het wel op een sprint uit was gedraaid, dan had ik het moeten proberen. Ook geconfronteerd met provinciaal voorzitter John Dont, met het organisatiecomité.